Hoi en welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Jonathan en vandaag zijn we weer met een nieuwe Discord bot tutorial V13. Vandaag laat ik jullie zien hoe we een slash command gaan maken. En voor de duidelijkheid, alleen een slash command. Dus geen slash command handler. Want bij mij persoonlijk werkt dat gewoon niet fijn. Of ja, werkt niet fijn. Het werkt nog niet eens bij mij. Dus dat is ook een beetje jammer. Nou, hoe dan ook, welkom. Laten we al meteen in de video induiken. Nou. Ja, jullie weten het al misschien van een vorige video. Mijn camera staat zo, omdat, ja, ik dat heb. Een nieuwe facecam. Dus ja, dan moet even alles anders gemaakt worden. Oké, hoe dan ook. We gaan in onze Stil Google. We gaan in onze programmatieomgeving. En we gaan alleen naar index. Gaan we kijken bij ready. Dus hier bij client.ons.ready. Gaan we iets toevoegen onder user.setActivity. Oké, ja. Hoe moet ik dit nou? Zometeen gaan we een server doen, of een server ID ophalen van de server. Van... Het staat daar letterlijk wat ik moet zeggen. Oké, sorry. We moeten onze ID meegeven van onze server en dat doen we met een constante. Server, kan je noemen wat je wilt, ik noem het server ID, is gelijk aan client.cults.cache.get, de zaakjes, dubbele quotes, alvast punt, comma. Oké, wat betekent dit nou? Oké, we hebben een constante aangemaakt, dat boeit even niks. Ja, wanneer de client, dus we gaan naar de client kijken, dus onze hele Discord bot, op alle servers. In het geheugen daarvan moeten we één server verkrijgen. En luister nu heel goed. Je hebt twee mogelijkheden. Je testserver en je openbare server. Op een openbare server dan duurt het 2 uur voordat hij is geregistreerd, je slash command. En bij de testserver gaat dat gewoon snel. Nee. Maar nu moeten we ook onze server ID ophalen. Dus dan gaan we naar Discord. Yep, kan hem al. Ja? Wachten. Hé, hey, ben er weer. Mijn broertje was me even aan het roepen. Familie. Oké, dus we... Kijk, dit is mijn testserver, hè. Want hier staat test. En dit is mijn openbare server. Hè, met mijn eigen Discord-bot. Ja. En als ik hier bijvoorbeeld nu een slash command op doe bij deze bot. Dan zal hij na 2 uur hier slash wordt geregistreerd. Wat ik hier doe en dan slash met die bot. Hier. Ik heb gewoon nu al een voorbeeldje. Oké, hier hoef je niet op te letten. Dat was iets anders. Dat gaan we wel maken. Dus dan gaat dat meteen. Maar dan moeten we wel eerst onze server ID is onze testserver. Dus niet op onze openbare server. Dan doen we hier klikken op jouw server. En kunnen we naar, niet hier gaan, rechtermuisknop bedoel ik. En kopieer ID. Of gewoon zo. Dat kan ook. Oké, en dan doe je hier tussenin Ctrl-V. Nu hebben we onze server meegegeven wat onze testserver was. Oké. Moet even Discord sluiten. Oké. Nu gaan we ook een file comments maken. Dus dan doen we file comments. Zometeen gaan we daar nog iets mee doen. Oké. Als we op onze testserver zitten, moet hij dan meteen het command laten werken. Onze slash command laten werken.
Zoals ik net straks zei. Dus dan doen we met if. Oh, wat een stem. If. Tussen haakjes. Onze server ID. ID bedoel ik. Dan met dan erachter zo van die haakjes. Dan zorgen we dat onze comments eigenlijk gelijk. Oké. Okay. Onze comments gelijk staan aan. Sorry, ik kan even niet meer typen. Oh. Server.comments. Wat dit juist betekent. We hadden hier een, ja, iets meegegeven wat nog niet was bijgewerkt. Dus dan gaan we weer naar onze server en dat is ons comments. Als het onze testserver is. Oké. Okay. En anders gaan we in onze niet-testserver 1 of 2 uur erover doen om een slash command in te laden. Dat doen we hier achter met een if else, dus else. Dan tussen haakjes. Ik bedoel, gekrulde haakjes, sorry. Oh, ik heb echt pijn aan mijn stem. Ik moet even bijscrollen. Oké. Okay. Oké. Nu kunnen we eigenlijk al, nou, nee. Want als we niet op onze testserver zitten, dan moeten onze comments iets anders maken. Dus comments. Oh. Is gelijk aan onze client. Punt. Application. Punt. Comments. En we zijn hier nu bij applications gekomen, maar onze DiscoBot heeft daar nog geen toegang op. Dus, daar ben ik totaal niet op voorbereid. Discord developer portal. Soms kan ik niet schrijven. Dan gaan we naar onze Discord bot. Hier moet je even allemaal niet op letten. Dat is onze JT test. Dan gaan we naar OH2. Ik kan het niet uitspreken. Dan gaan we hier naartoe naar URL generator. Dan gaan we alweer de bot selecteren. Maar dan gaan we nog iets selecteren. Hier applications.comments. Ik zou niet aanraden op administrator of administrator te klikken. Maar voor het gemak van deze DiscoBot tutorial doe ik dat wel. Nou, en dan klik je hier. Copy. Ik weet, dit gaat geen fouten geven met je DiscoBot. Ook al denk je dat omdat je bot zit al in jouw server. Nee, nu gaat die DiscoBot updaten omdat hij een nieuw permission heeft gekregen. Selecteren wij de server. Bij mij is dat DiscoBot test. Selecteren we dat, klikken we erop gaan, autoriseren. En als je dat allemaal hebt gedaan, is hij geautoriseerd. Nou, fijn. Oké, nu kunnen we onze slash commando gaan maken. En dan kunnen we ook hierna gaan uittesten. Oké, we gaan onze commando's. We gaan een commando maken, dus commands at create. Tussen haakjes, dan, en dan gekrulde haakjes. Moeten we informatie opgeven over, over onze slash command. En als je nou, als het goed is, control spatie doet. Ja, dan zie je de dingen wat je essentieel nodig hebt. Waar de vraagtekens staan, dat hoef je niet. Hoef je niet. Maar de naam en de name en de description zijn optioneel. Essentieel. Nee, essentieel. Dus dan doen we name, dubbele punt. Dan, dubbele haak, nee, dubbele quotes. Ik ga even een ping command maken. En ga ik ook als description. Descript.
Kan iemand me helpen? Ik weet niet hoe ik dit scriptje moet. Ja, natuurlijk, je moet een komma. Dan werkt het niet. Je moet gewoon een komma. Ja. Kijk, mensen kunnen ook fouten maken. En dan kunnen we wel de scriptje doen. Nou, dubbele punt. Ik had dit. Geeft een antwoord terug met boom. En als je, ja, dit hoef je niet te doen. Maar als je nou Windows toets punt klikt, type, dan kan je een symbool uitkiezen. Bijvoorbeeld een bal. Doe ik even. Welke zou ik doen? Ik zou deze doen, van pingpong. Pingpong. Je weet wel, het spel pingpong. Hierachter doen we nog een punt, komma zetten. Oké. Dit kunnen we eigenlijk al uittesten. We doen rechtermuis op ons index.js. En klikken we op Open Integrated Terminal. Dan staat die nog aan. En typen hier in npm start. Half minuten bezig, amai. Ik zie dat onze Discord-bot is opgestart, maar de Discord niet. Ai. Oké, Discord-bot is opgestart, zoals net. Ja, nu werkt het al. En kunnen we nu slash ping doen. En hier zie je, geeft een antwoord terug met pong. En als we het gaan uitvoeren, dan hebben we geen bericht terug. Of dan hebben we geen interactie terug. Dus de interactie is gemislukt. Nu gaan we een interaction maken. Dus een interactie. En dat is iets totaal veel nieuws wat heel stom is. Vind ik dan. Ik moet even mijn voorbereiding goed doen, anders heb ik allemaal rotzooi. Oké, dit is wat ik moet hebben. We gaan onder client.ons. Doen we client.on. Tussen haakjes. Dubbele quotes. En doen we interaction create. Ik denk dat dat het is. Interaction create. Ja, dat klopt. Hierachter doen we nog een komma en interaction. Gaan we meenemen. Zonder een hoofdletter, alstublieft. Bedankt wel. Zou heel fijn zijn. En doen we hierachter nog een soort van, ja, hoe heet dat? Pijltje. Lijkt op een pijltje. En dan weer een gekrulde haakje zoals altijd. Hierachter weer een punt, komma. Even wat ruimte maken. En nu kunnen we alweer code gaan schrijven. Oké. Okay. Als het een slash command is, de interactie, dan moeten we iets doen. Dus if, de zaakjes, interaction, punt, is, command, en dan weer de zaakjes. Daar moeten we vanaf blijven. Hierachter doen we gekrulde haakjes. Weer even wat ruimte maken. Oké. Okay. Let goed op, de C hier moet met een hoofdletter. Moet. En deze C van hierboven ook, die moet ook met een hoofdletter. Anders gaat het niet lukken. Nou, nu moeten we nog onze naam meegeven. Onze commentnaam en met onze opties. Dus dan doen we met commenten. Dan doen we net zoals helemaal hierboven met discord.js. Hebben we verschillende variabelen gemaakt. Wat allemaal mee te maken had met discord.js. Dus dat gaan we alweer doen. Alleen niet met discord.js. Hier tussenin schrijven we comment name. Met een N als hoofdletter. Dan komma. En dan om. Nee. Doe gewoon zo.
Alleen dit. Alleen dit. En dan is onze interaction, dus onze interactie. Punt, komma. Oké. Als onze command precies gelijk is aan slash ping, zonder hoofdletter, dan gaan we ook een interactie terugsturen. Dat doen we met if. Dus haakjes onze command name is met twee is'en en dan dingen. Ik weet even niet meer hoe ze heet. Dubbel quotes. Ping, als dat helemaal volledig gelijk is, dus met twee is'en. En dan gekrulde haakjes een interactie terugsturen. En dat doen we dan met interaction.reply. En dan doen we tussen haakjes gekrulde haakjes. Ik ga het maar even zo doen. Ik wil het graag even overzichtelijk houden, dus ik doe het zo. Onze content, dus ons berichtje wat we terug gaan geven, is content, dubbele punt, dubbele quote. Nou, ik zou voor nu doen pong, voor nu. En dan komma, hieronder, dit kan je weglaten en de komma, als je wilt dat iedereen het berichtje kan zien. Maar dit zorgt er gewoon voor, ja, NPWO, dubbele punt, true. Dit zorgt ervoor dat degene die de slash command uitvoert, dat hij ook deze berichtje privé terugkrijgt. Of ja, privé, dat hij het alleen kan zien. Dit hoef je niet te doen. Hoeft niet. Oh, dit is fout. Oeps. Hoeft niet. Hoeft niet. Maar ik doe het wel. En als dat het helemaal niet is, zo'n comment, dan doe ik even else, else doe ik. Heel simpel doen we voor nu even een return. Hup. Oké, in principe zijn we al klaar. Nou, dat ging snel. We kunnen weer onze bot opstarten met npm start. Moet even kijken op dinges. OBS, want die loop weer is vast. Dank je. Oké, dan gaan we weer naar Discord. Doen we ons slash command slash ping. Moeten we wel de juiste? Nee, verkeerde. Oepsie. Verkeerde. Slash ping van hierboven. En dan krijgen we pong als bericht terug. Nou, nu heb ik jullie laten zien hoe we een slash command hebben gemaakt. Heel simpel. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op de blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter in de video.